even voor de kennis, maar hier staat dus eigenlijk onze... Hier ligt ons scherm. Ons scherm, de hele film projectieset, behelst een scherm van 5 bij 3,5. Nou, hier vindt het plaats, iedere laatste zaterdag van de maand. We zijn al 2 jaar bezig om ons in te zetten voor het gratis vertonen van films in de buurt. En het liefst door mensen uit de buurt, filmmakers of bekenden of organisaties. En we zijn inmiddels in bezit van een filmprojectieset. En die willen we nu eigenlijk weer teruggeven, weer inzetten voor de buurt. Dus vanaf 7 uur is de bedoeling dat mensen al hier heel goedkoop voor 7 euro een hapje kunnen eten. En dit allemaal, zowel de film als wel het restaurantgedeelte, is allemaal om de buurt meer bijeen te krijgen. Wat wij ook heel graag willen, is van... Wij willen dus net ook al met het restaurant, we willen niet zomaar een donkere bioscoopzaal zijn. Waarin er geen contact plaatsvindt. Mm-hmm. Bij ons kan je het eten uit het restaurant meenemen naar binnen. Je mag halverwege nog binnenlopen. Het is allemaal ook bedoeld voor ontmoetingsplek. Filmspot heeft Isam gevraagd om voor de film van 8:30, iedere laatste zaterdag van de maand, om het eten te begeleiden. Dat is een buurtrestaurant. Ja. Deze restaurant is gespecialiseerd in mediterrane keuken. Ik aanbied elke dag een lekkere soepen, salades, maaltijden voor een sociale prijs voor de buurt. En tegelijkertijd ook ondersteuning op initiatieven zoals initiatief van Maarten, film, 1 keer per maand. Andere initiatieven zijn ook welkom. Ik ben zelf een ondernemer hier in Amsterdam de laatste 30 jaar. Vroeger was ik puur alleen ondernemer, nu ben ik sociale ondernemer. Okay. Laten zien ook die sociale kant van de ondernemer. Het gaat u niet alleen om de winst? Zeker, zeker. Laat zien de goede kant van mij. De aanbieding iets met sociale prijs voor de mensen die kunnen niet meer naar restaurants gaan. We draaien nu 2 keer in Horizon. De eerste keer, was je wel bekend, hebben we buiten afgespeeld naast het restaurant van Isam. En groot succes. Erg leuk. Tweede keer, het is natuurlijk winter nu, zijn we naar binnen gegaan. En dit wordt de wintersituatie. Iedere laatste zaterdag van de maand spelen we hier binnen. Je ziet... het is te verduisteren, het is geluidsdicht. Dus wat betreft lekker lawaai maken en een lekker sfeertje hier in de sportzaal, komt alles goed, lijkt mij. We draaien nu bekende werk. En dat is puur om de mensen hier eerst heen te trekken. En wat voor films heb je uitgezonden tot nu toe? Of... De eerste was Pink Floyd, The Wall. Ja, waar dat natuurlijk een ontzettend mooie animatie en geluidsfilm is. Met enorm mooie beelden, sterk verhaal. Dus dat was onze eerste selectie. De tweede was Halloweenavond. Dus toen hebben we toepasselijk een griezelfilm afgespeeld, Dead Snow. Ook met een leuk aantal toeschouwers. En geleidelijk willen we ook documentaire avonden doen van makers uit de buurt. Werk van mezelf, werk van Stierum TV bijvoorbeeld zelf. We staan overal open voor, maar één ding, goede kwaliteit. Onze set is erg goed, dus we willen ook goed filmwerk erop hebben. Waar ik dus heen wil is, ik wil straks in principe, in de toekomst wil ik dus een vaste installatie maken aan de muur. Zodat andere buurtorganisaties bij een kinderfilmvoorstelling in principe onze biermen kunnen lenen. En ook bij de presentatie van hun projecten eventueel het scherm kunnen gebruiken. We willen weg van die zwarte bioscoopzaal. Je moet vragen kunnen stellen, je wil ook praten met het publiek over je eigen film. Dat is een beetje waar we heen willen. En de derde, de volgende dus, 28 november deze maand, zaterdag, is dus Exit to the Gift Shop. Dat is een heel bekende documentaire, annex film, dat is al een heel grappig gegeven, van wereldberoemde kunstenaar Banksy. De graffiti-kunstenaar Banksy. Mm-hmm. En echt een ontzettend leuke film. Die gaat over manipulatie en de Banksy die probeert anoniem te blijven. Iemand probeert in te
bij hem binnen te komen om zo via zijn naam van Banksy zelf naam te maken. Ik ben dus zelf van Dokufish TV. U kunt mij ook vinden op de site waar redelijk goed filmwerk op staat. Mijn opleiding heb ik gedaan als documentairemaker in Praag. En ja, ik ben een van die filmmakers die eigenlijk toch heel moeilijk aan de bak komt in het professionele circuit. En ik dacht, ik combineer mijn filmachtergrond, een aantal vrienden en de buurt combineer ik in één. En zodoende kunnen wij toch en de buurt helpen en ons eigen werk draaien. En iedereen, ja, het is een win-win situatie voor iedereen in de buurt. In 2016, we willen een jaar, iedere laatste zaterdag van de maand willen we een gratis filmavond draaien. In combinatie met het restaurant hier. Hier ze kunnen vinden. Goede alternatief, wordt lekker gekookt elke dag hier ambachtelijk, zonder toevoegingen, zonder industriële toevoegingen, zonder bouillonblokjes of zulke oplossingen, gewoon puur eerlijk maaltijden. Dus wij zijn in principe altijd geopend vanaf 7 uur, dan eten we hier met het bioscooppubliek wat we dan trekken. En daarna gaan we om 8:30 gaan we gezamenlijk film kijken, boven in de sportzaal. Ja, je probeert dus echt iets voor de buurt te doen. Vind je dat er genoeg gebeurt in bijvoorbeeld de Spaarndammer buurt waar we nu zitten? Nou, ja, ik vind persoonlijk dat tegenvallen. Want wat ik wel zie in Amsterdam, ik hou natuurlijk als filmmaker bij wat er allemaal op filmgebied gebeurt in Amsterdam. Erg veel. Maar nooit gratis en nooit voor de buurt. Het is altijd in combinatie met commerciële kroegen, commerciële hotels, hele exclusieve dingen. Een soort van, ik heb zoiets van, waarom kunnen juist de mensen met minder budget en soms met wat meer tijd, waarom kunnen die niet gewoon het buurthuis inlopen en aanschuiven bij de film?